Goede avond allemaal. Er komen nog wat mensen binnen. Welkom allemaal, mijn naam is Erwin Maas. Ik ben programmamaker bij Studium Generale, het podium voor kennis en reflectie van de Universiteit Utrecht. Welkom ook mensen thuis. Leuk dat jullie meekijken. Mochten jullie een vraag hebben of een opmerking, dan kunnen jullie die achterlaten in de chat. En dan stuurt mijn collega die naar mij hier om telefoon op het podium. Dus doe dat ook vooral. Welkom ook allemaal bij de allerlaatste editie van de serie Zorgen over de Zorg, waar we met experts, ervaringsdeskundigen, wetenschappers de toekomst van de Nederlandse zorg onderzoeken. Wie is er voor het eerst in deze serie? Ach, bijna allemaal, wat goed zeg. Allemaal nieuwe mensen. Nou, hartstikke leuk. Welkom. Mocht je denken, nou, er was een serie, daar wist ik helemaal niks van. We hebben het allemaal opgenomen. Er zijn ook blogs van geschreven. Dus mocht je interesse hebben, dan kun je die allemaal vinden op onze website sg.uu.nl. Dus dat ging over onder andere Big Pharma. We hebben het gehad over de GGZ. We hebben het gehad over de jeugdzorg. Dus nogmaals, mocht je dat interessant vinden, kijk het vooral ook terug. Wie zijn er al wel eerder geweest? Dan toch eventjes ook de mensen die dan... Ja, nou, welkom terug allemaal. We gaan het vanavond hebben over preventie. De toenemende druk op de zorg is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van dit moment. De kosten reizen de pan uit en als het zo doorgaat moet straks 1 op de 4 mensen in de zorg gaan werken om dezelfde kwaliteit te leveren die we nu hebben. Niet zo gek dus dat een oude volkswijsheid weer steeds vaker opduikt in de politieke en medische kringen. Voorkomen is beter dan genezen. Maar wat is goede preventie? Wat weten we eigenlijk over de verschillende factoren die onze gezondheid bepalen? En hoe zorgen we dat iedereen een gelijke kans heeft op gezondheid? Daar gaan we het vanavond over hebben met 3 fantastische gasten die ik nu aan jullie ga voorstellen. Hij is hoogleraar milieu, epidemiologie en exposoomanalyse aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek naar hoe verschillende omgevingsfactoren samen onze gezondheid beïnvloeden. Mag ik een groot applaus voor Roel Vermeulen. Ze is begeleider en coach en is als ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting verbonden aan het UMC Utrecht, waar ze onder andere meedoet aan een onderzoek naar het toegankelijk maken van sport voor kinderen in Overvecht. Mag een groot applaus voor Eugenie McNack. Lekkere opkomst, hè? Oh. Ze is als arts, maatschappij en gezondheid en afdelingshoofd volksgezondheid verbonden aan het UMC Utrecht, waar ze zich onder andere inzet voor het verbeteren van het onderwijs, zodat artsen in opleiding beter oog krijgen voor de achterliggende oorzaken van gezondheidsproblemen. Marielle Jambroes. Nou, welkom, fijn dat jullie er zijn. Ik ga toch ook nog heel even peilen in de zaal wie er allemaal zijn. Ik ga natuurlijk met onze gast in gesprek, maar ik ga ook met jullie in gesprek. Het is een gezamenlijke avond. We denken samen na over preventie. Dus ik wil ook heel graag weten wie er allemaal zijn. Moet ik door deze praten, of moet ik... wat wil je? Timo? Kan ik zo doorpraten? Oké, helemaal goed. Even kijken. Wie werkt er in de zorg? Ja, best wel veel. Wat doe jij als ik vragen mag? Basisarts. Leuk. Wie verder nog? Toch even. Ja? Verpleegkundige. Even een beeld. Ja? Ik ben huisarts in opleiding. Zijn er nog meer huisartsen in opleiding? Nee, toch niet zo heel veel. Ik dacht misschien is een clubje huisartsen in opleiding. En wie was er nog? Werkte nog verder in de zorg? Ja? Ik ben case manager in de GGZ. Case manager in de GGZ. Wie werkte niet in de zorg? Ja, daar ben ik toch ook wel benieuwd. Wie ben jij? Lisette, en ik ben student. Sociale geografie en planologie. Kijk, dat heeft niet zo heel veel met de zorg te maken. Nee. Nog iemand anders, wie werkte ook niet in de zorg? Of misschien ook, wie willen graag in de zorg werken? Misschien heb ik die groep nog niet gehad. Nee, ook niemand wil dat eigenlijk meer. Nee, dat is ook het probleem natuurlijk. Ja, anders zouden we hier niet hoeven zijn. We hebben het opgelost. Nee, fijn, dan weet ik een beetje wie we in de zaal hebben. Domme vraag.
Maar goed, als we dat eens kunnen oplossen. Welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Er is trouwens zo genoeg ruimte voor vragen van jullie. Ik ga eerst even in gesprek met onze gasten. Even een hele moeilijke vraag voor jullie allemaal. Wat is gezondheid, Roel? Gezondheid voor mij is dat mensen het maximale uit hun leven kunnen halen. Dus eigenlijk zeg maar de dingen kunnen doen die ze willen doen. Dus eigenlijk de maximale gezondheidspotentiaal, zoals we dat noemen, kunnen bereiken. Dat is voor mij gezondheid. Eugenie, wat is gezondheid voor jou? Gezondheid is voor mij dat iedereen zijn medicaties op kan halen als ze naar, een arts gaan. Mm-hmm. Mooi. Marielle, wat is gezondheid voor jou? Ja, gezondheid is voor mij een breed perspectief. Dus enerzijds geen medische klachten of afwijking, maar ook wat Ron zegt, het benutten van wat je zou willen doen, wat je kan doen en ook omgaan met de beperkingen die je daarin hebt. Ja, dat zijn al hele mooie antwoorden. Ik dacht eigenlijk dat jullie dachten, wat een ontzettend moeilijke vraag, maar dit gaat eigenlijk al hartstikke goed. Het is natuurlijk ook een beetje de million dollar question als we het hebben over het voorkomen van gezondheidsproblemen en het stimuleren van gezondheid. Want wat maakt ons nu eigenlijk gezond en dus ook wat veroorzaakt gezondheidsproblemen? Roel, jij bent de aanjager van een groot onderzoeksteam dat in kaart probeert te brengen wat de invloed is van onze omgeving op onze gezondheid. En dat noemen jullie het exposoom. Wat zijn al die omgevingsfactoren? Waar bestaat die omgeving uit? Nou, als je kijkt naar onze omgeving, dan zou je dat kunnen onderverdelen in fysieke aspecten. Dan kunnen we het hebben over luchtverontreiniging of andere chemische dingen die in de omgeving voorkomen. Mm-hmm. Maar het gaat ook om zeg maar, hoe we de omgeving inrichten. Dus hoe die gebouwde omgeving is. Is er groen om te ontspannen? Kun je makkelijk sporten, kun je makkelijk bewegen in de wijk bijvoorbeeld. Maar het is ook de sociale omgeving. Dus hoe is de interactie met mensen in de wijk en in de omgeving. Dus we hebben eigenlijk verschillende soorten omgevingen die eigenlijk samen dat complexe geheel vormen wat we omgeving noemen. Ja, en dat noemen jullie dus het exposoom. Ja, exposoom is een term die in 2004 eigenlijk naar voren is gebracht. En dat had ermee te maken dat we heel veel weten over de genetische factoren van ziekte en van gezondheid. En dat noemen we genoomonderzoek. Hè. Dus gen en oom, alle genen. Ja. En wij hebben toen gezegd, van, ja, dat is eigenlijk vreemd dat er zoveel aandacht op die genetische kant ligt. Want we hebben eigenlijk de ziektelast wordt voor een groot deel door omgeving. En dan als ik zeg omgeving kan dat de fysieke omgeving zijn, maar ook voeding en sociale omgeving. Dat draagt veel meer bij aan de ziektelast. En uiteindelijk ook als je vanuit een volksgezondheidsperspectief kijkt, dan is natuurlijk het veranderen van genen helemaal niet zo makkelijk. Nee. Maar juist zeg maar, in die omgevingsfactoren kunnen we proberen te interveneren. Dus als we gezondheidswinst willen halen, dan is het aan die kant. En om dat veld verder te brengen, heb ik gezegd van ja, dan moeten we eigenlijk ook zeg maar, dat die hele omgeving goed in kaart brengen. En dat is het woord exposoom geworden. En hoe breng je die omgeving goed in kaart? Ja, dat is dus. Dat zijn nogal wat factoren die je noemt natuurlijk, hè? Ja. Ja, dat is ook enorm lastig en dat kan ook niet zeg maar, dat we zeggen, van, ja, we kunnen alles van iedereen meten en weten. Maar wat we wel kunnen doen is dat zo goed mogelijk in kaart brengen. We kunnen heel goed modelleren bijvoorbeeld wat luchtverontreiniging is. We kunnen heel goed kijken van hoe een wijk is ingericht, of je daar makkelijk kan fietsen, of daar groen is. We kunnen kijken naar sociale cohesie, we kunnen ook kijken naar chemische verbindingen, we kunnen kijken naar beweging met sensoren. Er zijn veel verschillende manieren waarop we proberen die data bij elkaar te brengen, om een beeld te krijgen van wat zijn dan die factoren die bijdragen aan gezondheid. Mm-hmm. En je noemt al die verschillende factoren. Ik kan me voorstellen dat die ook, het is niet zo iemand is ziek en je kan één factor aanwijzen. Dus hoe breng je in kaart hoe die verschillende factoren op elkaar inwerken? Want dat lijkt me voor jou de belangrijkste vraag. Ja dus als epidemioloog kijk ik niet naar wat nu voor één persoon de oorzaak geweest kan zijn. Nee. Dus we kijken eigenlijk meer binnen de populatie van wat zijn nu de factoren die bijdragen aan de gezondheid van een groep mensen. Ja. En dat doen we door verschillende onderzoeken te doen waar we eigenlijk kijken naar statistische verbanden tussen bepaalde omgevingsfactoren
en het voorkomen van ziekte of het afwezigheid van ziekte. Ja, want dat is uiteindelijk toch hoe je dan gezondheid definieert, is de afwezigheid van ziekte. Nou, nee, want als je mijn eerste antwoord beluistert, ja. En eigenlijk van alles alle drie, hebben wij niet gezegd dat het de afwezigheid of het hebben van ziekte is. Nee, toch noem je dat hier weer wel eventjes. Ja, dat klopt. Ja. Dus daar betrap je me op. Zeg maar. Ja. Dank je daarvoor. Ja. Nee, maar kijk, uiteindelijk gaat gezondheid zeg maar over hoe we ons voelen. Of we ons kunnen bereiken wat we willen. Zingeving is een van de dingen. Mentale gezondheid, er zijn vele factoren. Dus het gaat zeker niet om de afwezigheid van ziekte. Ik denk juist zeg maar, dat die omslag er is om te kijken naar gezondheid en eigenlijk het gezondheidspotentiaal, dat veel belangrijker is dan afwezigheid van ziekte. Ja, Marielle, jij bent natuurlijk ook arts. Wat vind jij van het exposoomonderzoek? Nou, ik ben heel blij dat dat onderzoek gedaan wordt, want ik denk dat Rol helemaal gelijk heeft, dat een heel groot deel van de klachten die mensen krijgen en gezondheidsproblemen die mensen krijgen voortkomt uit die omgevingsfactoren. Ja. En die kennis is dus ontzettend belangrijk om te kijken hoe kunnen we nou onze gezondheid verbeteren. En eigenlijk zou je een betere verbinding willen tussen de kennis die uit het onderzoek van Rol voortkomt en de medische zorg. We hebben in Nederland ontzettend goede medische zorg en we hebben daarmee enorme gezondheidswinst bereikt. We worden gemiddeld 80 tot 83 jaar en die leeftijd is enorm gestegen de afgelopen jaren. Maar we zien ook dat de maximale groei daarin wel bereikt is. We hebben natuurlijk, nou, volgens mij afgelopen maand is er weer een rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving uitgekomen. Ja. Waarin beschreven wordt dat we eigenlijk die maximale gezondheidswinst aan het verliezen zijn en afzakken naar de middenmoot. Ja, we stonden ooit in de jaren 80 stonden we op nummer 1 in de EU en nu zijn we afgezakt. Inderdaad. Ja, en dat, we hebben die winst uit de medische zorg wel bereikt. Ja. En om, nou, waar het vanavond over gaat, preventie, meer te benutten, zullen we veel meer gebruik moeten maken van kennis uit die omgevingsfactoren en ook moeten kijken niet alleen naar de invloed, maar ook hoe beïnvloed je dan die factoren zo dat we gezonder blijven. Ja, laten we nog even een van die omgevingsfactoren nemen. Je noemde natuurlijk luchtkwaliteit of luchtvervuiling. Eigenlijk kun je eens uitleggen hoe dat dan op onze gezondheid inwerkt. Wat gebeurt daar precies? Nee, precies dat. Kijk, als je naar luchtverontreiniging kijkt, dan hebben we het vaak over deeltjes in de lucht. Dus hele kleine stofdeeltjes, fijnstof, zoals het ook zeg maar, vaak in het nieuws komt. En dat zijn hele kleine deeltjes die wij kunnen inademen. En dat maakt dat er in de longen zeg maar, ontstekingsreacties kunnen komen. Maar de hele kleine deeltjes kunnen zelfs ook door de barrière van de long in de bloedbaan komen. En eigenlijk in alle organen terechtkomen en daar lokale ontstekingen teweeg brengen. En die ontstekingen kunnen weer leiden tot het voorkomen van chronische ziekte. Dat kan chronische astma zijn of dat kan kanker zijn. Dat kunnen verschillende ziekten zijn. Dus het gaat erom dat die stoffen in ons lichaam terechtkomen en daar schade veroorzaken. Ja, en want ook daar, ja, ik weet dat je niet naar het individuele geval kijkt, maar laten we dan een groep nemen. Daar is misschien een slechte luchtkwaliteit, maar er zijn ook nog allerlei andere factoren die erop inwerken, die misschien daar wel mee samenwerken. Ik wil toch ergens een soort van weten hoe je die samenbrengt. Ja, kijk, op zich, als je kijkt naar beleid en beleid zeg maar, beïnvloeden, dan is de eerste vraag natuurlijk wat doet luchtkwaliteit? Want dat is iets wat we kunnen aanpakken als we denken zeg maar, aan het schoner maken van de auto's of we kijken naar industrie. Maar je hebt gelijk dat veel van die factoren mogelijkwijs niet hetzelfde effect hebben bij de ene persoon of bij de ene groep dan bij de andere groep. Ja. En dat heeft ermee te maken dat bijvoorbeeld de gevoeligheid van mensen, en dan heb ik het niet over genetische gevoeligheid, maar dan heb ik het over gevoeligheid omdat je niet een gezonde levensstijl hebt of andere onderliggende factoren hebt, maakt je gevoeliger voor dat soort factoren. Nou, dat betekent ook dat dit soort onderzoek probeer je die verschillende factoren bij elkaar te brengen om juist te kijken van wat is nu het effect bij de een en de andere groep. Zodat we aan de ene kant misschien preciezer kunnen ingrijpen. Aan de andere kant misschien daardoor beter kunnen inschatten van waar liggen nou die veilige niveaus dat we iedereen beschermen.
Ja, ja. En wat is dan het ideaal? Want wil je dan een soort van dashboard krijgen waarin je eigenlijk al die informatie hebt en stel er duikt er. Het is eigenlijk een beetje corona als voorbeeld. Daar spraken ze ook over een dashboard. Dan heb je een soort grote volksgezondheidscrisis. En dan gaan ze met al die informatie gaan ze werken en gaan ze aan knoppen draaien. Is dat eigenlijk ook het idee wat je met al die exposoominformatie kan? Nee, wat we er precies mee kunnen, dat moeten wij nog. Dat is ook deel van het onderzoek. Hè? Ja. Kijk, het gaat in eerste instantie begrijpen hoe al die factoren bij elkaar komen en elkaar beïnvloeden. Vervolgens proberen we dat eigenlijk in een totaalmaat te krijgen, zodat je kunt zien wat die verschillende factoren bij elkaar kunnen veroorzaken. Ja. Nou, dat kun je dan, zeg maar, als je dat in de termen van een dashboard zou je dat op een kaart kunnen plotten. Van waar komen nou die factoren bij en waar hebben dus de meeste gezondheidsrisico's. Dat zou je kunnen doen. En dat zou, zeg maar, voor beleidsmakers een tool kunnen zijn om te kijken van oké, daar kunnen we inzetten. Waar het mij voornamelijk om gaat is niet zozeer om een dashboard te hebben. Waar het mij om gaat is van als we beslissing moeten nemen hoe we bijvoorbeeld een nieuwe wijk bouwen en hoe we daar proberen, zeg maar, daar zo'n gezonde wijk van te maken. Kunnen we dan de kennis die wij in ons onderzoek hebben, hoe kunnen we die dan implementeren in het ontwikkelen van nieuwe wijken of het ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten. Ik denk dat dat het belangrijke is, dat we eigenlijk zien dat we vaak de kennis die we hebben niet echt goed inzetten naar implementatie. En dat eigenlijk, zeg maar, goed evalueren wat nu echt het werkelijke effect is van die interventie. Ja. En ik denk dat dat eigenlijk belangrijker is dan te praten over dashboards en dergelijke. Ja. Ik kan me voorstellen dat jij op heel veel plekken komt om hierover te praten. Merk je enthousiasme bij beleidsmakers dat ze denken van fijn, dit hebben we nodig om de bevolking gezonder te maken? Nou, ik denk dat, kijk, we moeten naar systeem aanpakken. Hè? Dus we moeten gaan nadenken van hoe kunnen we nu zorgen dat, en dat is voor mij belangrijk, hoe dat we het systeem zou ontwikkelen dat het gezond gedrag bevordert. En daarmee bedoel ik eigenlijk, als we kijken naar roken, wat was nu effectief om roken naar beneden te krijgen? Dat was, zeg maar, voor een deel de accijns omhoog. Het werd steeds duurder. Uiteindelijk geen reclame. Het weghalen van de sigaretten achter de toonbank, zodat het, zeg maar, geen verleiding was. Nou, hetzelfde moet je naar gaan nadenken van, nou, hoe kunnen we nou eigenlijk een woonomgeving het zo gaan ontwikkelen dat je makkelijk kan bewegen? Nou, dat is het idee van een 15-minuten stad, dat je de fiets kan pakken en alles kan bereiken. En als dat sneller is met de fiets dan met de auto, dan is de logische keuze om toch actief transport te nemen. Dus ik denk dat het veel belangrijker is dat we gaan kijken van, nou, hoe kunnen we nou dit soort systeemveranderingen doen die niet alleen over de fysieke omgeving gaan, maar ook kunnen kijken naar hoe kunnen we dat, zeg maar, qua accijnzen, qua beleid zo krijgen en qua betaling van het zorgsysteem, dat al die dingen, zeg maar, uiteindelijk bijdragen aan het ondersteunen van gezond gedrag. En daar kunnen we allemaal hulp bij gebruiken, omdat we allemaal beseffen dat gezond gedrag vertonen helemaal niet zo eenvoudig is. We weten best wel wat dingen die slecht zijn, maar daarop acteren is best wel lastig. Ja, zie jij ook een beetje knikken, Eugenie? Jij herkent dat ook wel, dat je misschien iets wil, dat je gezonder gedrag wil vertonen, maar dat het niet helemaal lukt? Ja. Dat heb ik zelf ook meegemaakt in mijn leven. Ja. Kun je een voorbeeld noemen? Nou, als ik wou bijvoorbeeld stoppen met roken, bijvoorbeeld. Ja. En dan staat er altijd overal van, nou ja, stoppen met roken is gratis. Hè? Dus dan denk je, ja, je bent ziekenfondsverzekerd, dus je probeert, ik ga naar de huisarts. En vervolgens krijg ik een receptje mee. En dan ga ik naar de apotheek en de kosten van het receptje zijn €50. Ja. En als je zelf een kleine beurs hebt en maar €70 in de week hebt, heb ik het receptje maar moeten verscheuren en in het prullenbak moeten gooien. Ja, precies. Ben je het niet gaan halen, want het was te duur. Ja, ja. Dus het consult is voor niks geweest. Ja. Want ik heb mijn receptje niet kunnen ophalen. En ik heb in dit geval wel zelf contact opgenomen met mijn huisarts en gevraagd van, nou, hoe zit dat nou? Hè? Ja. Maar ja, er zijn genoeg mensen die dat niet durven of niet doen. Ja. En dan vraag ik me wel af van, hoeveel consults worden er gemaakt en waarvan het receptje niet opgehaald kan worden. Ja, daar gaan we het zo ook zeker nog over hebben. Is het je trouwens gelukt om te stoppen met roken?
Min of meer. Ja, dat is natuurlijk het ding. Ja, je noemde natuurlijk een aantal omgevingsfactoren. En voor een deel weten we natuurlijk al wat ons gezonder maakt. Hè. Voeding is belangrijk. Genoeg bewegen, niet roken. En dat wordt natuurlijk ook al een tijdje ingezet bij het bevorderen van de volksgezondheid. We hebben ook het Nationaal Preventieakkoord, staat dat ook allemaal in. Maar wat vinden jullie van wat er op dit moment aan preventie wordt gedaan, Marielle? Nou, we zien dat er steeds meer aandacht is voor preventie. Dus dat is een heel positief punt. Ja. Maar als ik kijk, in ieder geval vanuit de medische kant, wordt er vooral ingezet op leefstijlverandering en gedrag. Ja. En individuele preventie. Ja. En daarvan weten we dat het bij lange na niet effectief is. En dat het eigenlijk alleen maar de mensen bereikt die bij wijze van spreken al de meeste kansen hebben op gezondheid. Ja. En het niet aangrijpt op wat Roel net al uitlegde, al die omgevingsfactoren die ons verleiden tot het minder goede gedrag en leiden tot klachten en gezondheidsverlies. Ja, want je zegt die individuele verantwoordelijkheid, daar zien we dat het niet effectief is. Hoe zie je dat? Nou, je ziet dat er heel grote verschillen zijn in gezondheid. Er zijn, als we alleen al in Utrecht kijken, zie je hele grote verschillen in gezondheid tussen wijken. Je noemde het volgens mij net ook al. Als we in Zuidoost, of sorry, in Overvecht kijken, worden mensen 15 jaar eerder ongezond of krijgen gezondheidsklachten dan in de wijk die daarnaast ligt, Noordoost. Daar zie je gewoon grote verschillen in gezondheid die niet aan het individu toe te rekenen zijn, maar aan een combinatie van omgevingsfactoren. Dus als je alleen op het individu gaat inzetten van je moet niet roken en je moet een receptje halen, dan sla je de plank mis en dan mis je een groot deel van de mensen die je eigenlijk wil bereiken. Ja, en hoe zie je dat binnen de universiteit? Je werkt natuurlijk bij het UMC, een academisch medisch centrum. Hoeveel aandacht is daar voor preventie, voor die volksgezondheid? Minimaal tot nu toe. Ik zie wel dat er kansen zijn om het zeker te verbeteren de komende jaren. Maar als ik kijk naar het onderwijs, hè, waar wij geneeskundestudenten opleiden tot arts van de toekomst, dan is dat een hele lange opleiding, 6 jaar, waarvan we, ik denk dat ik niet overdrijf, 7 weken echt aan preventie besteden van de 6 jaar. Ja. Nou, dat is natuurlijk een snipper als je kijkt hoeveel bijdrage preventie kan leveren aan gezondheid. Ja. En hoe komt het dat dus daar zo weinig aandacht voor is geweest? Nou, ik denk dat er een periode is geweest waarin de medische vooruitgang echt heel veel bijgedragen heeft aan gezondheid. En dat was een hele spannende tijd en een hele goede tijd. Maar wat ik net al zei, die rek is eruit. En we krijgen nu steeds meer kennis over wat die omgevingsfactoren doen en hoe belangrijk sociale factoren zijn. Dus die kennis neemt toe. En ja, we zien nu dat de ziektebeelden ook steeds meer verschuiven naar ziektebeelden die voortkomen uit omgevingsfactoren en leefstijl. Roel noemde al luchtwegklachten. Ja. We hebben natuurlijk heel veel mensen met overgewicht en de gevolgen daarvan. Dus gewrichtsklachten, hartproblemen. Noem maar op. Dus zeg maar de gevolgen van die leefstijlfactoren, die zie je in de morbiditeit, dus in de ziektebeelden terug. En dat verschuift. Ja. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen dat je gaat zo'n programma maken en je gaat mensen zoeken. En ik moet eerlijk zeggen dat ik bij het UMC Utrecht gewoon heel weinig mensen vond die echt bezig waren met volksgezondheid. Als jij met jouw collega's specialisten praat en je hebt het over preventie en als jij eigenlijk tegen hen zegt van nou jongens, jullie hebben het fantastisch gedaan de afgelopen tientallen jaren, maar nu heb je eigenlijk meer van mij nodig. Wat zeggen ze dan? Hoe reageren ze daarop? Nou, ik denk dat ze wel zien dat het belangrijk is om meer aan preventie te doen, maar het is ook nog de vraag hoe je dat goed doet. Hè? Want als je kijkt naar de opleiding, die is vooral gericht op de patiënt die met een klacht komt in de spreekkamer. Dus je neemt bij wijze van spreken een foto van dat moment en je gaat kijken, wat veroorzaakt die klachten? Hoe kunnen we die klachten medisch
duiden. En wat is dan een truc om die klachten te verminderen? Ja. En dat kan zijn medicatie of dat kan zijn een operatie of een andere ingreep. Maar we leren eigenlijk helemaal niet wat je nog meer zou kunnen doen. Ja. En door die... Ja, we moeten dus wel goed uitleggen hoe we dan wel preventie voor ons zien. Anders dan alleen maar zeggen dat preventie ook pillen voorschrijven is. Ja. Dat is hoe het nu vaak geduid wordt. Ja. Dus daar is nog wel een wereld te winnen. Maar tegen iemand zeggen die daar zijn hele carrière op heeft gebouwd, zeggen van ja, eigenlijk ben jij minder relevant. Ja. Dat is niet een hele makkelijke boodschap. Nee, dat snap ik. We hadden het al eventjes over gezondheidsverschillen. Eugenie en Marielle, jullie zijn collega's bij het UMC. Jullie werken samen aan onderzoek naar het bevorderen van gezondheid, ook van kwetsbare groepen in Utrecht. Ik ben toch wel benieuwd, hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Aan wie vraag? Jij? Ik werkte bij de Armoedecoalitie. Zat ik in de vrijwilligersgroep. En dan deed ik bijbaantjes. En we zaten bij een jongerenproject. En daar was een van de onderzoekers, Lonneke van Leeuwen, die kwam daar een presentatie geven. En die presentatie ging over dat in mijn wijk, waar ik vandaan kom, dus 50% van de kinderen niet aan sport deden, zeg maar, bij een reguliere vereniging. Ja. En daar had Lonneke het over en dat, daar schrok ik van. Want ik kom uit de wijk Overvecht en dan, dat greep me gewoon aan. En toen zei Lonneke ook van, zijn er mensen die er mee willen denken over helpen werken, om dit onderzoek op gang te brengen. En toen heb ik dezelfde dag eigenlijk gelijk haar een mailtje gestuurd. En zodoende is eigenlijk vanuit Lonneke en vanuit Vital 2040 dan dat project, is het eigenlijk, heb ik eigenlijk aan Lonneke gevraagd van, Lonneke, weet jij niet of er nog ervaring deskundigheid eventueel bij jullie op de afdeling nodig is. En zodoende is het eigenlijk het balletje gaan rollen. En daar was jij ontzettend blij mee, Marielle, kan ik me voorstellen. Het is zo cruciaal om die verbinding te leggen. Roel begon er ook al over. Die werelden zijn heel erg gescheiden. En je hebt de kennis van beide werelden nodig om gezondheid te bevorderen. Ja. Dus ja, Eugenie is ontzettend belangrijk voor ons om de verbinding naar de wijk te leggen. Ja. En andersom, onze kennis in de wijk te krijgen en de kennis uit de wijk in het UMC te krijgen. Ja, ja. Ja, want we hebben het natuurlijk over sociale factoren. We hebben het over omgevingsfactoren en al die verschillende factoren waar we op kunnen ingrijpen. En een hele belangrijke is die sociale omgeving. Of je werk hebt, of je schulden hebt, welke opleiding je genoten hebt. Jij noemde het al, er zijn inderdaad cijfers over ontzettende gezondheidsverschillen. Hè. Zo blijkt uit onderzoek dat theoretisch opgeleide gemiddeld langer in goede gezondheid leven dan praktisch opgeleide. En dat verschil, dat is dus 14,6 jaar bij mannen en 15 jaar bij vrouwen. Dat zijn echt, dat is ongelooflijk veel. Eugenie, jij bent ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting. Klopt. Kun je iets vertellen over hoe armoede gezondheid beïnvloedt? Daar kan ik wel wat over vertellen. Als je heel weinig geld hebt, zoals een 70 euro, 100 euro in de week, en je hebt een stel kinderen, dan is dat dan kan je niet normaal van eten. Dan kan je niet gezond eten. Mm-hmm. Je probeert wel gezond te eten, ja, maar dat is niet altijd mogelijk. Alle boodschappen zijn ontzettend duur geworden. Fruit, groente, vlees, dat zijn de duurste groentes, of duurste boodschappen, om het maar even zo te zeggen. Ja. Er moet ook niet iets kleins gebeuren. Bijvoorbeeld dat je band lek gaat of dat je een extra uitgave hebt. Want dan red je het helemaal niet. Nee. Of net wat ik zeg, je moet een dokters eigen bijdrage betalen. Dan, ja, dan eet je gewoon heel slecht die week met je kinderen. Eugenie, kan je heel even, kun je je oorbel uithalen? Kan dat? Tikken? Ja, hij was een tikken. Dat was je. Ja. Dat is beter, hè? Ja? Ja, dat is beter. Ja, oké. Dus het is gewoon nog heel even de vraag. Ja, dus hoe armoede je gezondheid beïnvloedt? Ja, heel erg. Ja. Eigenlijk
op alle vlakken eigenlijk, ja, kan je wel zeggen. Dus je had het al over groente en fruit, is eigenlijk hartstikke duur. Ja. En stel, er gebeurt iets anders, je hebt een andere uitgave, dan moet je misschien op andere uitgaven die je gezondheid... Ja, je fout gaat bijvoorbeeld lek. Ja. En dan gaat het uit je eetgeld. Ja. En dat kan, als je bandelijk gaat en het is een tientje, en als je zo weinig hebt, dan kan het gewoon de hele dag je maaltijden, zeg maar, schelen. Ja, en je noemde net natuurlijk ook al met het stoppen met roken. Dus het wordt ergens geadverteerd dat het gratis is en iedereen zou het kunnen doen. Blijkbaar kost het toch wat. En is het eigenlijk te duur om je recept op te halen. Klopt. Ja, dus dat is eigenlijk ook een voorbeeld hoe dat dan gaat. Hoe armoede gezondheid beïnvloedt. Zeker. Ja, en dat, kijk, ja, je werkt nu bij het UMC. Je bent ook een beetje de voelspriet in de wijk. Klopt. Wat zie je allemaal om je heen? Waar? UMC, bij mij in nee, de wijk? Nee, bij jou eigenlijk. Ja. Ja, je ziet van alles. Je ziet mensen die in een buurthuis eten. En omdat ze geen gezonde maaltijd, warme maaltijd voor zichzelf kunnen kopen. Je ziet kinderen op school die bijvoorbeeld 2 dagen geen warme maaltijd hebben gehad. Omdat hun ouders gewoon geen geld hebben voor een warme maaltijd. Ja. Daarom zijn er nu ook op scholen in Overvecht dat de kinderen gewoon fruit op school krijgen en een warme maaltijd op school. Ja. Dus het was eerst een pilot en dat is nu gewoon structureel toegepast. Ja, je ziet gewoon dat er veel moeders zijn die als de kinderen weer naar school moeten, zoals met boeken en de vereniging moet weer betaald worden en moeten weer schooltasjes gevuld worden voor de gym en al dat soort dingen. Gewoon echt struggelen met gymschoentjes, een winterjas en dat soort dingen. Dat komt wel voorbij, ja. Kinderen kunnen niet naar een school, een feestje, een verjaardag van hun vriendjes, omdat daar gewoon geen geld voor is voor een cadeautje. Ja. En voedselbanken, waar kinderen bijvoorbeeld in de klas, iedereen weet van elkaar dat ze de voedselbank boodschapjes hebben. Maar als de juf vraagt bijvoorbeeld van is er iemand die armoede kent hier in de klas? Dan zeggen alle kinderen van nee. Weet je wel. Dus er is ook een hele grote verborgen groep die achter de voordeur eigenlijk heel arm zijn. Maar zodra ze de deur open doen natuurlijk dat niet uit schaamte willen laten zien. Ja. Ja, jullie werken natuurlijk samen en jij helpt ook Marielle mee om het onderwijs te verbeteren. Marielle, waarom is het zo belangrijk dat artsen, volgens mij was er ook een huisarts in opleiding of een basisarts. Waarom is het zo belangrijk dat artsen dit soort informatie weten? Dat ze weten wat er speelt in zo'n wijk? Ja, ik zei net al, ik begon net van hoe die opleiding geconcentreerd is op een patiënt die komt met een klacht. Hè? Ja. En dat je echt naar de medische kant kijkt. En dat heeft een paar grote valkuilen. Eén al... De basis. Je krijgt alleen maar de mensen voor je die bij jou in de spreekkamer komen. Ja. Daarbij mis je dus al een groep die niet komt. Bijvoorbeeld omdat ze geen geld hebben, omdat ze een lekke band hebben en niet met het openbaar vervoer naar het ziekenhuis komen. Ja. Of vorige week stond er een mooi artikel in de krant van een specialist die in het UMC werkt en die is gespecialiseerd in genetische aandoeningen. En met name de kanker, dus de oncogenetica. En die was het opgevallen dat ze in haar spreekkamer alleen maar blanke, hoogopgeleide mensen zag. En dat is eigenlijk heel bijzonder, want ze realiseerde zich dat er ook andere mensen zijn die kanker krijgen en die waarschijnlijk genetische screening nodig hebben of baat bij kunnen hebben. Ja. Dat komt omdat die mensen niet op de goede manier verwezen worden naar haar spreekuur. Misschien omdat ze het advies niet begrepen hebben van de vorige arts, of omdat ze dus geen geld hebben om nog een keer op consult te komen in het ziekenhuis. Dus je mist een hele groep in je spreekkamer als je niet bewust bent dat die factoren meespelen. Plus, als ze wel in je spreekkamer zitten en je bent alleen maar gericht op die diagnose stellen en de medische behandeling, dan lever je eigenlijk slechte kwaliteit van zorg in een groot aantal gevallen, want je legt eigenlijk alleen een noodverband. Ja. Je behandelt een klacht, maar niet de oorzaak. En daarna komen mensen of weer terug. Hè. Ik denk dat obesitas en overgewicht een mooi voorbeeld is. Mensen die maagverkleining krijgen omdat ze
zo dik zijn geworden dat ze er ziek van worden en een ernstige of een riskante operatie krijgen. En daarna ja, een groot deel van de mensen opnieuw weer veel te dik wordt, omdat we de maatschappelijke oorzaken in de omgeving niet aanpakken. Ja. En mensen opnieuw verleiden om dik te worden. En niet omdat ze dat bewust willen en die keuze maken, maar omdat wij ze uitlokken. En ja, dat is erg. En daar moeten we dus dokters voor opleiden, dat ze daar oog voor hebben in de spreekkamer. En dat ter sprake brengen. En daarmee dus betere kwaliteit van zorg leveren. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Wat is iets wat een arts dus anders zou kunnen doen? Wat voor vragen moet een arts eigenlijk stellen? In plaats van, oké, wat is de klacht? En dan eigenlijk heel snel naar de diagnose gaan en misschien een pilletje voorschrijven. En dat is het. Nou, een mooi voorbeeld in aansluiting met wat Eugenie vertelde. Ja, daar moet ik even op aansluiten. Ja. Want als ik dan met de studenten de wijk in ga, ja, dan vind ik het ook gewoon heel erg belangrijk van, als ik naar een dokter ga, wat heb je? Weet je wel, dus dat eruit te halen, ook omdat het gewoon een beetje een robotachtig iets is, dan althans dan praat ik even uit mijn eigen ervaring, ja, vind ik het ook gewoon heel erg belangrijk dat ik gewoon tegen de studenten ook zeg van, ja, je kan ook vragen, hoe gaat het met jou? Ja. Heb jij goed geslapen? Ik ga jou medicatie meegeven. Heb je wel genoeg eten om deze medicaties in te nemen? Of heb je überhaupt wel warm gegeten vandaag? Dus hè, met kijk op de zorg, zo van, jij geeft iemand medicaties. Ik ken mensen in de buurt die drinken 8 blikjes bier. En dan nemen ze ook nog hun medicatie erbij in. En nou ja, die eten niet eens. Nee. Dus ook dat soort dingen leer ik dan. Ik laat de studenten kennis maken met de mensen in de wijk. En ja, dat bestaat uit natuurlijk allerlei soorten mensen. Hè, de ene die is verslaafd, of de ene is slechte been, of de ene komt in een rollator binnen. En dan vervolgens gaan we onderzoeken en dan blijkt dat die man gewoon hele dikke eeltbulten onder zijn voeten heeft. En goede voetbehandelingen nodig heeft en dan die rollator weg kan doen. Maar ook gewoon een stukje doorvragen en een stukje de menselijkheid naar voren halen. In plaats van alleen maar te vragen, bij wijze van spreken, van waar heb je pijn of zo? Ja. Weet je wel? Ja. En ook wat ik ook belangrijk vind, is dat als de studenten de wijk inkomen, dat ze ook zien van, hey, je kan iemand ook verwijzen, doorverwijzen, hè? Vanuit je eigen spreekkamer. Kijk verder dan alleen jouw spreekkamer. Probeer in de praktijk meer te kijken. Want in Overveg, in de praktijken waar er nu zitten ook buurteams in de praktijk erbij in. Ja. Waardoor als de dokter dan eventueel merkt van, goh, die persoon kan niet zijn recept betalen, of die loopt tegen bepaalde problematiek aan. Ja. En dan is er een buurteam in de praktijk waar die persoon naartoe verwezen kan worden. Precies, dus het is ook zo dat artsen eigenlijk beter moeten weten wat er allemaal in die wijk nog aan andere zorg, of in ieder geval andere mogelijkheden zijn om mensen te helpen. Ja. Dus dat moet je als arts dus ook weten. Ja. Nou ja, dat is heel belangrijk. En daarom brengen we studenten steeds vaker de wijk in om daar te leren. Ja. Maar het probleem is nog dat ze nu terugkomen in het ziekenhuis en daar dan een heel ander voorbeeld krijgen van de zorg die verleend wordt. En we hebben zelfs voorbeelden van studenten die zeggen, ja, ik leer dan in de wijk om te vragen naar hoe heeft u geslapen. Maar als ik in het ziekenhuis een co-schap loop, dan krijg ik gewoon een standaard lijstje van vragen die ik moet stellen, ja, van de specialist. En daar staat niet bij, hoe heeft u geslapen? Nee. En studenten voelen zich dan niet op hun gemak om die vraag toch te stellen. Want ja, dan doen ze iets wat eigenlijk niet standaard in het ritme zit. En voelen daarbij ongemak. Dus daar is echt nog een hele wereld. Ja, het klinkt ook een winnen. Beetje alsof eigenlijk om meer ruimte te maken voor preventie, moet je ook ruimte maken voor wat meer menselijkheid in de zorg. Zeker. Zeg ik dat goed? Ja. Roel, ik zie jou knikken. Ja, ik denk dat waar is. Ik denk ook, een van de dingen waar we hiervan horen, is dat die menselijkheid en randvoorwaarden zeg maar heel erg belangrijk zijn. Dus we kunnen wel zeggen van, je moet gezonder eten of neem je medicatie. Maar je moet ook zeg maar in staat zijn om dat te doen. En we hebben net gehoord dat enorm lastig kan zijn. Dus een van de dingen die we ook moeten beseffen is dat het verdienmodel van
genezing en van zorg, dat kennen we. Ik bedoel, je ontwikkelt een medicijn, dat kun je verkopen. En die revenues, die winsten komen ook weer terug bij degene die het ontwikkeld heeft. Dus dat verdienmodel is vrij duidelijk. Kijk, het verdienmodel van preventie, waar we allemaal weten dat het enorm veel kan opleveren, dat het enorm belangrijk is, is wel zeg maar de vraag van ja, wie investeert, hoe krijg je die investering nou weer terug? Dus de overheid investeert, maar wie gaat er eigenlijk op vooruit? Is dat de zorgverzekeraar? Hè? Waar komt dat geld terecht? De andere kant daarvan is zeg maar hetzelfde als we kijken naar het ontwikkelen van wijken, dat ontwikkelaars en dergelijke heel erg geïnteresseerd zijn van hoe kunnen we nou een gezondere omgeving creëren. Maar wel de vraag stellen van ja, maar als wij investeren om dat te doen, hoe kan die investering, hoe kunnen we dat preventiebeleid nu eigenlijk bekostigen? Dus dat is een van de dingen die ik wel belangrijk vind om ook zeg maar te bedenken van ja, hoe kunnen we dat systeem zo krijgen dat preventie dus eigenlijk betaalbaar wordt en eigenlijk ook zeg maar de geldstromen zo terugkomen en de zorgverzekeraars eigenlijk ook een hele actieve rol krijgen in dat preventiebeleid en zelfs zeg maar in het ontwikkelen van nieuwe concepten als het gaat over onderwijs of het gaat om de gezonde leefomgeving. En dat is belangrijk, want die cirkel hebben wij niet gesloten. Dus op dit moment blijft het een probleem van hoe krijgen we dat eigenlijk zeg maar goed gaande. Dus dat is een van de dingen die wij over nadenken. Daar zit denk ik een kern, want die medische zorg, daar is vraag naar. Ja. Mensen hebben klachten en willen geholpen worden. Ja. Voor preventie, daar is geen vraag naar. Dat is eigenlijk een maatschappelijke waarde die wij met elkaar delen of afspreken ten aanzien van gezondheid. Ja. Wij vinden het als maatschappij belangrijk dat we met elkaar gezond zijn. Maar ja, dat is niet echt een vraag. Hè? Dus hoe borg je dat? Dat is echt ingewikkeld. En wie betaalt dat? Voor welke prijs? Ja, zit te denken inderdaad. Je komt niet als patiënt bij een dokter en dat doe je misschien wel. Hoe kan ik dit voorkomen, toch? Er is toch wel een vraag ergens. Hoe kan ik de pijn voorkomen? Ja, maar niet op populatieniveau. Nee, precies. Wel op individueel niveau en dan bij een geselecteerde groep. Ja. Niemand wil ziek worden, niemand wil klachten hebben. Nee. Maar ja, om dan te realiseren, ja, ik moet niet niet te vaak naar de snackbar of ik moet niet naast een snelweg gaan wonen. Dat is een ander ordeprobleem. Ja. Ja, ik zit toch ook nog te denken aan die arts die in de wijk die wat betere vragen moet stellen. En jij zei al, als je niet als die arts ook beter weet wat voor andere partijen er allemaal zijn in de wijk, dan kan hij misschien betere zorg geven. Ik denk ook ergens, nou, er zullen artsen zijn, denk ik heb al zoveel op mijn bordje. Dit moet ik er dan ook nog bij gaan doen. Ik voel me eigenlijk wel, nou, voor wat ik kan doen, prettig bij dit diagnosticeren en een pilletje voorschrijven. Als ik ook nog dat andere allemaal erbij moet gaan doen, dan heb je bijna een andere baan en dan geeft het me dat nog zoveel meer druk. Ja, ik kan me niet voorstellen dat je niet als arts zinnige zorg wil leveren. Hmm. Je wil toch goede kwaliteit leveren. En als je ziet dat en als we meer laten zien en data genereren en bewijs aantonen dat het niet effectief is. Ja. Dat je de mensen die het echt nodig hebben niet in je spreekkamer ziet. Of mensen naar huis stuurt met medicatie die ze 3 keer per dag met een maaltijd moeten nemen. Terwijl ze niet 3 keer per dag kunnen eten. Ja, dan ben je toch niet tevreden met je werk. Nee. Maar je moet wel weten dat je het niet goed doet. Ja. Ja, want we hebben het natuurlijk over allerlei verschillende omgevingsfactoren. Of in ieder geval allerlei factoren die onze gezondheid beïnvloeden. En als ik jullie zo hoor, dan zijn het eigenlijk ook best veel dingen die niet binnen de zorg opgelost kunnen worden. Dus hoe, ik bedoel, als arts ga je natuurlijk niet over het inrichten van een woonwijk. Als arts ga je niet over het armoedebeleid. In hoeverre kan de gezondheidszorg hier alleen iets aan doen? Nee, dat kan niet. Maar je begon je verhaal met beter voorkomen dan genezen. Ja. Daar ben ik het ook niet mee eens. Ik vind, je moet voorkomen en genezen. En ja, dat is cruciaal. En die verbinding, die moeten we zien te leggen. Dus er moet veel betere samenwerking komen tussen die andere partijen buiten de zorg en de zorg. Want ze sluiten op elkaar aan. En nu zijn het echt gescheiden werelden. Ja, hoe ziet zo'n samenwerking eruit, Roel?
Nou, ik denk dat het moeilijk om dat gelijk te zeggen. Ik zat eigenlijk meer over de je zei van, ja, het is niet onderdeel van de zorg. En toen kwam bij mij de vraag van, ja, maar is preventie eigenlijk niet gewoon onderdeel van een zorgstelsel? En volgens mij is preventie onderdeel van een zorgstelsel. Dus die dichotomie tussen preventie en zorg, daar moeten we echt van af. Ja. Ja. Want het gaat zeg maar over voorkomen en genezen. Ja. En dus zegt het ook binnen het taakpakket van de zorgsector om op preventie zeg maar actief te zijn. En of dat nou de huisarts is of dat daar andere mensen zeg maar voor nodig zijn, dat zullen we met elkaar moeten gaan bekijken hoe je dat kunt inrichten. Maar nu is het zo dat er inderdaad geen tijd voor is, dat we die systemen, zeg maar, de verschillende organisaties niet aan elkaar hebben geschakeld. Dat moet gebeuren en dus moet er eigenlijk zeg maar een investering komen in dat preventiedeel van de zorg, waarvan weten dat dat gaat opleveren, dat is wat er nodig is. En daar moeten we met elkaar heel goed naar kijken. Nou, er zijn plannen voor gemaakt, zeker voor het bestrijden van overgewicht, van hoe kun je nou zo'n systeemverandering krijgen? Kunnen we inderdaad de zorgverzekeraars, de investeerders, de gemeentes, het Rijk, de artsen, de gezondheidszorg, allemaal bij elkaar kijken om te kijken van, nou, kunnen we nu eigenlijk komen tot een ander concept? Dat is een interessant voorbeeld in Duitsland, waar in één wijk zeg maar, het nu zo voor elkaar is gekregen dat de gezondheidswinst die in die wijk ontstaat door aanpassingen, door gezond gedrag te vertonen, direct als investering teruggaat in de wijk om weer een verbetering te gaan. Daar hebben ze die kring gesloten om te kijken van oké, als onze zorgconsumptie naar beneden gaat in die wijk, kunnen we dat dan ook weer terug laten vloeien in een wijk zeg maar, om weer verder zeg maar, proberen dat te verbeteren. Nou, dat soort systemen, daar zijn een aantal kleine experimenten van, zijn razend interessant om te kijken van hoe kun je dat eigenlijk nu binnen Nederland of binnen het zorgstelsel zo krijgen dat we dat die investering zeg maar, kunnen terughalen als we gezondheidswinst hebben en daar echt op kunnen investeren. Als je het hebt over net de vraag van, als we kijken naar hoeveel dat er geïnvesteerd wordt in geneesmiddelenontwikkeling en in de behandelingskant van de zorg. En als je dat vergelijkt met de investeringen die we doen in preventie, is dat geen vergelijking. Daar zit een wereld van verschil tussen. Terwijl we allemaal hier zeggen, ja, maar preventie is heel erg belangrijk. Dus hoe kan het zo zijn dat als we gewoon financieel kijken, dat er zo'n verschil zit in zeg maar, de investeringen die we doen aan één kant en de andere kant. En daar moeten we echt naar kijken om dat te verbeteren. Als je dat kan doen, je krijgt zeg maar, iedereen mee, ja, dan kun je daadwerkelijk zeg maar, proberen om systemen te veranderen. Dat is het zorgsysteem, dat is zeg maar, onze wijken, dat is hoe we met elkaar omgaan. Dat is eigenlijk wat er heel erg nodig is. Ja, ja, ik keek vandaag naar de cijfers van het Nationaal Preventieakkoord. Daar staat dan, nou, daar maken we elk jaar 60 miljoen voor vrij. Ja, dat is natuurlijk inderdaad niet in verhouding. Nog even naar dat voorbeeld in Duitsland. Kun je iets meer uitleggen hoe dat dan gaat? Nou, daar is afspraak gemaakt met de zorgverzekeraar dat de reductie in kosten die de zorgverzekeraar heeft in de gezondheidszorg voor die wijk, dat zeg maar hergeïnvesteerd wordt in de wijk. Dus dat is zeg maar waar de zorgverzekeraar degene is die de winst heeft door gezonder gedrag, omdat er zeg maar minder behandelingen nodig is, minder zorg. Die reductie in kosten wordt weer teruggeïnvesteerd direct in de wijk. Dus dat is eigenlijk waar de zorgverzekeraar, en dat is waar ik al eerder over had, die zorgverzekeraar moet ook zeg maar, steeds meer een rol gaan krijgen in preventie en het zeg maar, bekostigen en ondersteunen van preventie. Als iemand zeg maar, een receptje krijgt om te proberen te stoppen met roken, dan is het zo dat de zorgverzekeraar eigenlijk ook zeg maar, zou moeten zorgen dat dat recept opgehaald kan worden en dat ook zeg maar, die behandeling kan gebeuren. Nou, dat gebeurt wel steeds meer. Hè. Dus roken en stoppen met roken wordt bij een aantal vergoed. Maar dat moet eigenlijk zeg maar, voor veel meer andere factoren zo werken. Ja. Ja, Eugenie, heb jij de afgelopen jaren ook iets zien veranderen in de wijk? Heb je het idee dat eigenlijk die zorg dat die beter terechtkomt op de plekken waar die nodig is? Of zeg jij, het gaat eigenlijk nog helemaal niet goed? Nou, ik vind het eigenlijk nog helemaal niet goed gaan. Want we hebben nu ook een minister van Armoede. En nou ja, als je nou laatst op tv hoorde ik van ja, je wordt ziek van armoede. Dan denk ik, nou, dat wist ik 20 jaar geleden ook al. Ja. En dat er nu ook gewoon structureel kinderen in de achterstandswijken maaltijden krijgen. Ja, dat is voor mij alleen maar een, te zien dat het zeker niet goed gaat, nee. Het wordt alleen maar slechter en zeker na corona is het alleen maar slechter geworden.
Ja. Want mensen zijn alleen maar meer gaan betalen. Maar ja, ook mensen die een bijbaantje hadden of een zwart baantje, ik zeg maar wat, of iets. Hè, die konden dat ook niet doen. Dus uiteindelijk zijn de mensen die arm waren alleen maar armer geworden. Ja, zie je dat ook, Marielle? Ja, de verschillen worden groter. En ik denk, het is niet alleen de gezondheidsverschillen waar het niet vooruit gaat. We hebben ook nog eens een groot arbeidsmarktprobleem, waardoor we in de zorg überhaupt al een groot probleem hebben om de capaciteit te leveren die er nodig is. Mm-hmm. Dus ja, die investering op preventie, die is echt, echt heel hard nodig om überhaupt gezond te blijven met elkaar en mee te blijven doen. Ja, ik vind het toch wel lekker om misschien nog op een hoopvolle noot het publiek in te gaan. Is er iemand, Roel, zie jij het de goede kant op gaan? Ja, dat vraagt om een positief antwoord, geloof ik dan. Hè? Ja, ik wil eigenlijk een positief antwoord. Ja. Nee, ik denk, zeg maar, als we kijken, zeg maar, puur al binnen de Universiteit Utrecht en het UMCU, als we nu kijken, zeg maar, naar het woord preventie en dat er wel steeds meer aandacht komt voor een preventieloket, dat er echt geïnvesteerd wordt in de samenwerking met Wageningen, Eindhoven, is de Instituut voor Preventive Health opgezet, zeg maar, allemaal om die preventiekant te verstevigen. Dus je ziet, zeg maar, dat er wel heel veel momentum is om dat te verbeteren en dat er heel veel mensen hard mee aan de gang zijn gegaan. Het is nu, zeg maar, wel zaak dat we echt stappen maken. En dan gaat het echt om verandering te krijgen. Eugenie heeft helemaal gelijk, zeg maar, dat veel van die factoren die wisten we al lang. En we hebben nog steeds, zeg maar, daar niet echt een grote verandering in kunnen bewerkstelligen. En dat is, zeg maar, omdat we eigenlijk, zeg maar, die implementatie en het werken met mensen, niet over mensen, zeg maar, proberen in samenwerking te komen tot concepten, tot maatregelen die echt werken voor mensen. Nou, ik denk dat besef er steeds meer is. Het is nu alleen, zeg maar, de grote vraag van, krijgen we ook de investeringen die eigenlijk nodig zijn om dat echt, zeg maar, goed aan te pakken. En ik denk dat daar de regering hier aan zet is om echt te gaan bekijken, zeg maar, hoe kunnen we nou nog meer in gaan zetten, echt op preventie, zodat we, zeg maar, het hoopvolle verhaal hier kunnen vertellen dat we echt het verschil gaan maken. Ja, zijn jullie het mee eens? Voelen jullie het ook een beetje? Ja, en ik vind het ook leuk, we hebben het een stukje over onderwijs gehad en dat we steeds meer studenten in de wijk opleiden. En nou ja, Eugenie heeft daar een hele belangrijke rol in. Maar ik vind het ook leuk om te zien dat hier studenten van sociale geografie zitten. Want ik denk dat je ook in die verschillende opleidingen meer zou kunnen opleiden. Hè? Dat je geneeskunde studenten en studenten van sociale geografie of van andere opleidingen samen kunt brengen om juist die kennis te delen. Ja. En die verandering, zoals Roel hem aangeeft, ook van onderop te blijven stimuleren. Ja, ook omdat dat gezondheid niet alleen bij de geneeskunde thuis hoort. Dat is eigenlijk ook wat jij zegt. Ja. Ja. Het is tijd om naar jullie te gaan. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie vragen. Ook de mensen thuis die vragen hebben, laat ze vooral achter. Wie wil aftrappen? Ja. Gelijk het woord. Gelijk bij mij. Ik ben chemisch ingenieur en industrieel veiligheidskundige. Nee. En ik zit ook in de ledenraad van een zorgverzekeraar. Mm-hmm. Waardoor ik veel informatie krijg. Mijn grote zorg is het enorme aantal ziekmakende woningen in Nederland. Dank je wel. 20% van de woningen in Nederland maakt de bewoner ziek. Mm. Vooral door de aanwezigheid van verbrandingsgassen, door gijzels, gaskookplaten, noem maar op. Begin dit jaar was er nog een groot aandacht in de kranten. 70.000 kinderen krijgen astma omdat hun moeder op gas kookt. Mm-hmm. In een slecht geventileerde keuken. Ik bedoel, de feiten zijn al lang bekend, hè? Ja. Ja, volgens mij zei jij ook, dankjewel Eugenie, toch? Ja. Ja. Wil je dat toelichten? Ja, zeker wel. Ja, ik herken het ook heel goed. Ik woon zelf in Overvecht en daar heb je heel veel sociale huurwoningen. En daar wordt nu wel... Die ventileren niet goed, die huizen. Het is heel vochtig. Wat je dan krijgt is dat er schimmel in de woningen komt. En dat mensen dus echt wel last van hun longen krijgen. En dan hebben we het nog niet eens over het gas. Ja. Dus ik had laatst een verbouwing. En ik kan dan nergens heen. Mijn keuken werd verbouwd. En alleen al om de vloer te egaliseren, dat spul, slaat op mijn longen. En ik was gewoon 2 weken ziek.
Dus ja, het is echt ziekmakend. Ja, dus een herkenbaar. Wilt u daar nog even op nou, reageren? Ja, mijn grote zorg is koolmonoxide. Mm-hmm. Van gijzers en kookplaten en cv-ketels die lekken en zo. En houtkachels vooral. Ja. Ik heb daar 3 jaar geleden een stuk over geschreven in Medisch Contact. Mm-hmm. Ik heb het hier bij me. Iedereen mag het aanlezen. Ja. 20 februari 1920. Ja. Zo. Daar staan de symptomen van long-covid al in, hè? Ja. Mm. Want in die COVID-epidemie heeft die ziekmakende woningen een enorme rol gespeeld. Hm. En het wordt nergens wordt dat erkend. Ja. Ja. Dankjewel voor de mensen die het willen lezen. Medisch Contact 2020. Volgens mij, ja, dat is nog een vraag. Hm. Dank jullie wel voor de presentaties. Ik vraag me toch af waarom we niet veel meer op... Het is zo heel erg op ziekte, maar volgens mij gaat het over andere dingen. Dus ik begrijp eigenlijk toch niet goed waarom we niet veel meer hebben over de overheidsbeleid en wat bij gemeentes plaatsvindt. Ik vind het eigenlijk veel te veel over ziekte gaan. De verhalen die we tot nu toe zijn, die we gehoord hebben. Maar het ging toch ook deels over gezondheid en hoe je dat juist stimuleert, toch? Ja, maar de preventie ligt niet alleen bij de dokter. De preventie ligt bij ons allen en bij de maatschappij. En dat is het overheidsbeleid. En dat is ook het beleid wat gemeentes uitvoeren, wat scholen uitvoeren. Mm-hmm. Dus misschien dat de sprekers daar nog wat over kunnen zeggen. Ja, ja. Misschien willen jullie daar nog wat over die samenwerking wellicht tussen die verschillende partijen. Volgens mij gaf Maria dat net ook al aan, zeg maar, toen die samenwerking met sociale geografie en geneeskunde. Je hebt helemaal gelijk dat preventie is niet alleen maar het domein van de arts. Ik ben geen arts, ik ben milieuepidemioloog, dus ik benader het heel erg van... Hoe kan ik die omgeving zo gezond krijgen? Sociale geografie, zeg maar, benadert zeg maar, van die hoe kunnen we wijken en hoe kunnen we zeg maar, de maatschappij zo organiseren dat zeg maar, ook aan preventie. Dus inderdaad ligt die verantwoordelijkheid niet alleen bij de artsen. Het ligt echt bij waar kunnen we ingrijpen. En als je denkt aan preventie, dan zijn de grootste factoren van gezondheidsverschillen zeg maar, uiteindelijk opleiding. Ligt erbij school en werk, zeg maar, daar zitten dus uiteindelijk ook de aanknopingspunten om te kijken van hoe kunnen we nou binnen scholen, hoe kunnen we zeg maar, binnen opleiding, hoe kunnen we binnen werk zeg maar, ook dat soort interventieprogramma's en preventie zeg maar, naar voren brengen. En ik denk dat je helemaal gelijk hebt van ja, dat daar heeft iedereen een rol te spelen. Het is ook niet zo dat wij als wetenschap daar noodzakelijkwijs het antwoord hebben. Dit is ook zeg maar, waarom co-creatie met ervaringsdeskundigen, met mensen in de wijk werken, zo belangrijk is om te kijken van hoe kunnen we nou passende en werkende preventiestrategieën ontwikkelen. Dus ik ben het helemaal eens met die opmerking. Ja, ik kan ook niet anders zeggen dan dat ik het volledig met u eens ben. Ik heb het vooral gehad over de medische opleiding, maar ik ben natuurlijk ook arts, maatschappij, gezondheid. En dat is het medisch specialisme wat zich juist inzet op de beleidsadvisering en het beïnvloeden van juist die andere determinanten. En binnen het academisch ziekenhuis is dit het specialisme wat zich heel erg in kan zetten om dat deel in het onderwijs te krijgen. Maar buiten het ziekenhuis zijn wij natuurlijk veelal bij de GGD zichtbaar als de artsen die dit stuk oppakken wat u benoemt. Is dat voldoende antwoord, ja? Ja. Ja, dankjewel voor de presentatie. Ik ben zelf redactrice bij Zorgvisie en Skipper. Dus wij kijken heel erg naar de bestuurlijke kant van de zorg, het zorgmanagement. En ik vroeg me eigenlijk af, hebben jullie een beetje een beeld van hoe bestuurders daar naar preventie kijken? Want is het... even kijken hoor, ik heb het even opgeschreven. Doen ze genoeg om het mogelijk te maken? Of wordt het eigenlijk een beetje... Ja, wuiven ze het een beetje weg, omdat het ook wel... vrij gecompliceerd kan zijn. Wie spreekt er met bestuurders? Ja, we spreken zeker met bestuurders. En ik denk wat je ziet is dat het steeds vaker aandacht krijgt... en dat het belang steeds duidelijker wordt. Maar als je kijkt naar het primaire proces in een ziekenhuis... dan is dat voor een groot deel toch de medische zorg leveren... Maar je bewust zijn dat je daarmee dus een grote groep mensen mist... en dat je dus niet meer maximaal bijdraagt aan die gezondheidswinst... dat is wel iets wat naar mijn idee nog onvoldoende voor het voetlicht komt. En dat, ja, we richten nu een mooi leefstijlloket in.
in het UMC. Dat is heel belangrijk, dat is een goede eerste stap. Maar er is veel meer nodig. Dit is natuurlijk echt een oneerbiedig gezegd, een medische aanpak die niet het verschil gaat maken. Roel, zou jij iets kunnen zeggen over bestuurders die je spreekt? Nou, ik denk een van de gedachten die bij mij opkwam is dat we natuurlijk in Nederland volksgezondheid eigenlijk ondergebracht hebben bij geneeskunde UMC's. En als je dat vergelijkt met Engeland of met Amerika, dan hebben we natuurlijk public health als een volksgezondheid als een hele aparte discipline naast de geneeskunde. En ik denk dat aan de ene kant is het goed dat we volksgezondheid bij geneeskunde hebben, want we hebben erover, ja, eigenlijk is die dichotomie, die moet er eigenlijk helemaal niet zijn. Aan de andere kant kan dat op bestuurlijk niveau wel tot een aandacht leiden die meer op de zorgkant is gericht dan op de preventiekant. En ik denk dat daarmee, zeg maar, nog wel met de bestuurders, dat we goed moeten nadenken hoe we die volksgezondheidskant, die preventieve kant, zeg maar, echt een gelijkwaardige afdeling binnen de zorg, binnen de ziekenhuizen kunnen krijgen. En daar valt nog wel een wereld te winnen. Je vertelde al iets over de verdienmodellen, hè, voor behandeling en medicijnontwikkeling. Kun je iets vertellen over waar moet je het dan zoeken als het gaat om preventie? Hè? Waar kan een verdienmodel zitten? En heeft de overheid ook een zorgplicht, net als bij klimaat of iets dergelijks? Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, in principe hebben we allemaal recht op een gezonde omgeving. Hè? Dus je, vanuit die gedachte kun je dat argumenteren dat die zorgplicht er is. Als je kijkt, zeg maar, historisch gezien, dan ga ik bijvoorbeeld over het vervangen van lood in benzine. Hè, al die berekeningen laten zien dat die investering die je daarvoor doet vele malen kleiner is dan de revenue die je uiteindelijk hebt aan de gezondheidskant. Hè. Dat is een 1-8 investering. Dat is een goede return. Alleen dat probleem is van hoe schakel je dat aan elkaar. Nou, ik denk, zeg maar, dat we daarom moeten nadenken van hoe kunnen we nu eigenlijk zorgen dat al die partijen bij elkaar zitten. Dat we gaan nadenken van, oké, als we investeren, wie, zeg maar, heeft de baten van die investering? En hoe kunnen we die baten van die investering, wat eigenlijk systeemgeld is, maatschappijgeld, hoe kunnen we dat eigenlijk weer terug laten voeren naar de investeerder? Wij werken heel veel met publiek-privaat samenwerking, met mensen die wijken ontwikkelen, urban designers, met bouwbedrijven. Maar ook met de provincie en de gemeente. En we hebben wel eens nagedacht over, van, ja, zou het niet zo moeten zijn dat een deel van de ontwikkelingskosten, de investering die gedaan wordt om een wijk te ontwikkelen, dat zeg maar gelinkt wordt aan preventie. Zou het niet moeten zijn dat je naast een milieueffectenrapportage ook moet denken van, nou, wat is de gezondheidseffectenrapportage? En moet, zeg maar, een deel van die ontwikkelingskosten en die investeringen, zeg maar, ook gelinkt zijn gelijk aan preventie? Het zijn allemaal gedachten die er zijn. We hebben dat niet ontwikkeld. En ik denk dat dat precies is wat we nu nodig hebben. Van hoe kunnen we eigenlijk dat voor elkaar krijgen? En daar ligt het dus niet bij de zorgsector. Hier gaat het puur om rechts- en bestuurskunde. Om te kijken van hoe kunnen we dat soort systemen nu werkender krijgen. Het schijnende voorbeeld natuurlijk is nu de discussie die we hebben over de 0% btw op fruit en groenten. Waar het eigenlijk juridisch vastloopt op, zeg maar, van, ja, is er dat wel te handhaven van. Want wanneer, zeg maar, is er nog groente en fruit en wanneer, zeg maar, is er te veel behandeling gedaan en is het een product waar dat niet voor zou gelden? Nou, daar loopt het eigenlijk een beetje op vast. Nou, daar moeten we doorheen door dat soort dingen, zeg maar, op te lossen. Maar ik vind ook het verdienmodel van preventie best lastig. Want ik vraag me af of dat een verdienmodel moet zijn als je het vergelijkt met onderwijs. Ik zie het meer als een waarde die we met elkaar als maatschappij belangrijk vinden. En onderwijs, ja, dat vinden we belangrijk. En dat verdient zich wel terug in heel veel andere, op heel veel andere terreinen. Maar daar hebben we het ook niet over, een verdienmodel. Dus ik zou dat voor preventie ook heel lastig vinden. Natuurlijk helpen dit soort voorbeelden. Maar ik denk, als je zoekt naar een verdienmodel, gaan we het niet redden. Waar zit die waarde in het onderwijs? Dan zit die waarde in het onderwijs. Ja, nou, onderwijs is natuurlijk een hele belangrijke voorwaarde voor gezondheid. Maar preventie is breder dan onderwijs. Dus ik denk, ja. Deel je dat ook, Roel? Toch een beetje die voorzichtigheid om te denken in verdienmodellen als het gaat om preventie? Kijk, ik denk, zeg maar, als ik het woord verdienmodel, dat zeg maar een soort commerciële
Betekenis heeft. Voor mij gaat het om, zeg maar, van hoe kunnen we de geldstroom zo krijgen dat de investeringen, zeg maar, en de baten weer kortgesloten kunnen worden, zodat we, zeg maar, dat cirkeltje rondkrijgen. Dat bedoel ik met het verdienmodel, niet vanuit een commercieel belang, maar vanuit, ja, zeg maar, hoe krijgen we dat systeem werkende, waarbij dat nu niet zo is. En dan kunnen we het wel hebben over maatschappelijke waarde en systeemgeld, maar dat is altijd nog wel een blokkerende factor, dat we hoe krijgen we dan echt die investeringen gedaan? Ja. Dus vandaar dat ik het woord verdienmodel gebruik, wat voor mij geen commerciële connotatie heeft. Ja. Ik zit al een poosje. Momentje, ja, ik had u gezien hoor, mevrouw. Ik zit al een poosje op hete kolen. Ja. Ik mis de hele tijd nog. We hebben het even over verdienmodel. Maar is voorkomen en genezen al meer in de praktijk te brengen als een arts 5 minuten per consult meer mag besteden? Dat hij een beetje kan doorvragen, inderdaad zoals Eugenie een aantal mooie voorbeelden had. Mm-hmm. Zo van, ja, je kunt wel 8 blikjes bier drinken, maar als je niet weet dat je ook moet eten voordat je je medicatie inneemt, mm-hmm, dan weet zo'n patiënt ook niks. Nee. Dat vind ik vind dat die 10 minuten gesprekjes, die vind ik eigenlijk. En dan kom ik eigenlijk weer terug bij het laatste stukje. Dat is toch ook een beetje het verdienmodel van de verzekeraars, neem me niet kwalijk. Ja. Ik vind dat we daar eigenlijk een hele grote fout hebben gemaakt door dat te privatiseren. Door dat te vercommercialiseren. Ja. Ik hoorde hier al nice en er wordt al geklapt en zo. En ja, dat mag hoor. Reacties? Ik vind sowieso, 10 minuten, artsen hebben natuurlijk niet veel tijd. Mm-hmm. Dat weten we. Die hebben ook al wel heel wat andere dingen te doen dan dingen door te vragen en zo. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat, de 10 minuten... Die blijft, maar dat er wel, dat hoor ik u wel zeggen. Maar ik heb zoiets van, dat zou fijn zijn. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo, want hè, zo werkt het natuurlijk niet. Maar meer te zeggen van, dat je in die 10 minuten wel tijd hebt om bij wijze van spreken iemand door te verwijzen. Omdat jij weet wat er bijvoorbeeld door organisaties in zo'n wijk, als student geneeskunde, als jij zeg maar uit een rijk, blank en hoog opgeleid bubbel komt. Mm-hmm. En vervolgens heb jij mensen in die 40% die straks ook bij jou in de praktijk komt, mm-hmm, die je moet behandelen, hè, die niet uit jouw bubbel komt, dat het gewoon wel belangrijk is. Daarom ook nemen we de studenten de wijk mee in, ja, om hun juist kennis te laten maken met de organisaties, ja, met de bewoners en de vrijwilligers die daar aan het werk zijn voor de wijk, om daar kennis mee te maken, om ook gewoon, daardoor ook gewoon makkelijker die verwijs te kunnen uitvoeren. Omdat je dan nou weet met wie je, welke organisaties er zijn om de mensen dan door te begeleiden, zoals een buurteam of. Precies, dus jij zegt eigenlijk, die 10 minuten hoeven niet per se langer, maar die 10 minuten die moeten beter gevuld worden, er moeten betere vragen worden gesteld. Plus, die arts moet kennis hebben van wat er allemaal aan andere zorg en steun mogelijk is. Ja, ja. Ik kan me nog herinneren, toen ik jou eerder sprak, Marielle, dat je een voorbeeld noemde van iemand die dan met rugklachten komt bij een huisarts. En die huisarts die begint volgens mij al snel met pijnstilling. Maar die had ook kunnen vragen, slaapt u eigenlijk wel in een bed? Snap je? Ja. Dus we proberen ook gewoon dat de studenten leren door te vragen. Ja. En een stukje te gaan leren te kijken, ook achter die voordeur. Hè? Dus vooral dit soort vragen te blijven stellen. Ja. Ja. En daar kan je eigenlijk niet brutaal genoeg in zijn, vind ik. Want jij bent als arts wel verantwoordelijk om je patiënt gezond te houden. Ja, je zegt ook, artsen mogen best wel brutaal zijn eigenlijk. Ja, want het is uiteindelijk jouw plicht. Jouw eet leg je af als student om te zorgen dat jouw patiënt dus gezond blijft. Ja, mooi. Dankjewel voor in ieder geval een mooie discussie. We hebben het nu ook een tijdje over dat voorkomen en genezen eigenlijk tegelijkertijd moeten bestaan. Maar we hebben als samenleving natuurlijk ook een maximum aan mensen en geld wat we in kunnen zetten. Zien jullie misschien ook valkuilen dat het voorkomen of het inzetten preventie
eigenlijk het genezen in de weg kan zitten. Dat we daar zo op inzetten dat het eigenlijk dat in de weg kan staan. Of dat er in ieder geval krachten vanuit het bestaande zorgproces voorkomen dat we nu inzetten op preventie. Omdat ze eigenlijk bang zijn dat hun werk in gevaar komt. Is dat een vraag voor? Marielle? Shit. Denk maar. Nee, ik zie niet dat als we investeren in preventie dat er dat voorkomt dat we dat het in de weg staat dat er nog genezing is. Dat verdrukt. Is dat de ene kant op? Die zorg heb ik niet. De andere kant op denk ik dat het moeilijker is. Want ja, het is wel artsen hebben daar wel een baan aan en ziekenhuizen hebben wel een functie. Dus om daar een groot deel weg te halen, zal niet heel makkelijk zijn. Aan de andere kant, we lopen wel vast in het systeem. We hebben gewoon niet meer de mensen straks om alle zorg te leveren. Dus het is ook echt noodzaak om te gaan denken, hoe kunnen we dit nog bolwerken met elkaar en die genezing blijven leveren waar het noodzakelijk is. En inzetten op preventie. Ik bedoel, daar zit nog zoveel winst te halen. Een van mijn stokpaardjes is, hoe kan het dat wij in de maatschappij all-you-can-eat restaurants verzinnen? Hoe kan dat? Als je daarover doordenkt, is echt bizar. Wij nodigen mensen uit om zoveel te gaan eten dat ze die zorg nodig hebben. Stop daarmee. En daarmee verdrukken we niet de genezing. Maar we creëren wel een maatschappij die veel meer uitnodigt om gezond te blijven. Ben je overtuigd? Ja. Ja, even prikken. Ik zag hier ook een vraag. Kom even om je heen lopen. Ondertussen raak ik even naar iemand die online meekijkt. Een vraag van Bert. Waarom wordt er niet meer gedaan aan bewustwording? Als mensen zich bewust zijn van wat ze zelf kunnen doen om gezond te leven, heeft dat toch veel meer effect. Zelfkennis leidt tot zelfgenezing. Daar hebben we het geloof ik al even over gehad. Dat werkt dus blijkbaar niet. Misschien kan ofwel Roel of Marielle dat nog even uitleggen. Nou, kijk, er zitten een aantal stappen in dat proces. Hè. De eerste is dat er vanuit gaan dat mensen dat begrijpen. Nou, dat is het eerste. Het volgens ga je dan vanuit dat vanuit dat begrip er ook zeg maar een handelingsperspectief voor die persoon komt om dat te gaan veranderen. En dat dan ook kan. Nou, ik denk dat we vanavond heel veel voorbeelden hebben dat niet zo werkt. Dat beseffen wel is, maar dat de processen of de omstandigheden eigenlijk tegenwerken dat we dat gedrag kunnen vertonen of dat we die verandering kunnen doen. En dat kan financieel zijn of dat kan gewoon omdat de omgeving daar niet ondersteunend is. Dus dat idee van voorlichting en individuele verandering, daarvan zien we eigenlijk dat helemaal niet zo effectief is. Als je kijkt naar het preventieakkoord voor overgewicht, daar hebben we heel veel, daar zeggen we heel veel over. Beweeg meer, eet gezonder. Dat zijn allemaal dingen die we zeggen, dat weten we eigenlijk allemaal. Toch nog steeds zien we dat die trend nog steeds gewoon omhoog gaat. We zien daar niet echt dat naar beneden gaat. Dus die aanpak en mensen voorlichten is gewoon niet effectief op vele vlakken. Ja. Wil jij nog iets toevoegen, Eugenie? Ja, als je praat over obesitas en dat soort dingen, ja, het is ook per cultuur verschillend natuurlijk. Als je kijkt in Overweg, woon je met 132 verschillende soorten culturen bij elkaar. Dus in de ene cultuur is het juist een teken van welvaart om bij wijze van spreken een beetje stevig te zijn. Dus ja, en net wat je zegt van informatie. Ja, de ene kan niet lezen, de ene is licht verstandelijk beperkt. De andere, er zijn zoveel barrières waardoor jij bijvoorbeeld de informatie die jij denkt te geven aan mensen dus niet bereikt. Bij de mensen komt die dat eigenlijk nodig hebben, zeg maar. Ja, dus inderdaad, antwoord op Bert eigenlijk. Zelfbewustzijn leidt in ieder geval niet altijd tot zelfgenezing of genezing. Nee. Je hebt ook een vraag. Ja, nou, ik hoorde het woord zorgverzekeraar een paar keer vallen. Ik heb er ruim 9 jaar gewerkt bij Mensis. En er is geen verdienmodel, kan ik jullie verklappen. Want het is een coöperatie waar verzekerden zeg maar het hoogste orgaan zijn. Hè, dus ik denk in Engeland is het niet veel beter, zijn de wachtlijsten ontzettend veel groter. Maar mijn punt is eigenlijk, we hebben in Nederland een zorgplicht. Dus toen ik 9 jaar bij die zorgverzekeraar zat, werd ik afgerekend door de Nederlandse Zorgautoriteit op
of ik wachtlijsten had op heupen en knieën, cataracten, en of ik die elke week naar beneden bracht bij de ziekenhuizen. Maar ik heb nooit iemand horen vragen mij hoeveel mensen met overgewicht heb je nou naar beneden gebracht. Daar had ik veel liever op afgerekend willen worden. Daar heb ik ook samen met mijn bestuursvoorzitter toen voor gepleit. Dus ik zou wel eens willen weten van, nou, hoe zouden jullie daarover denken? Een gezondheidsplicht voor gemeente en zorgverzekeraars. Dus dat als dan daadwerkelijk het aantal dikke kindertjes in die wijken stijgt, of het aantal volwassenen met overgewicht niet 50%, maar straks 60% is, wie daar dan voor verantwoordelijk is. Hmm. Want we weten het wel heel goed voor de zorg. We weten het ook heel goed voor ziekte. Maar voor gezondheid doen we dat eigenlijk niet. En nog heel eventjes terug naar die zorgverzekeraar. Ik heb een leefstijlprogramma Keer Diabetes 2 om ingevoerd. Was bepaald niet goed voor de portemonnee van mijn zorgverzekeraar. Want ik kan beter mensen aan de medicijnen laten. Maar toch hebben we dat gedaan met VGZ en Mensis. Omdat we een maatschappelijk doel hebben toen om mensen gezonder te maken en van diabetes af te krijgen. En dat kan heel goed bij diabetes. Want het is gewoon een leefstijlaandoening, diabetes type 2. Vaak. Dus ik ben even benieuwd naar gezondheidsplicht. Mm-hmm. Dat lijkt me nou iets wat de staatssecretaris morgen kan invoeren. Ik hoop dat hij meekijkt. Ja, ik denk dat dit hele mooie suggesties zijn. En dat we daar echt mee moeten experimenteren wat werkt en wat niet werkt. En het voordeel is, hè, want ik zei net misschien een beetje kritisch over zo'n leefstijlcentrum in een academisch ziekenhuis, dat dat niet het verschil gaat maken. Maar die initiatieven zijn wel belangrijk om verandering in gang te zetten. En wat jij nu suggereert bij een zorgverzekeraar is ook een voorbeeld van wat helpt. Een groot risico bij deze initiatieven is vaak dat ingezet wordt op een aantal mensen wat zich dan houdt aan die voorwaarden voor die Keer Diabetes Om richtlijnen. En als je daar niet aan voldoet, dan val je buiten het programma en tel je niet mee in je succes. Dus het is voor zorgverleners niet aantrekkelijk om mensen in dat programma te stoppen die niet aan de voorwaarden gaan voldoen. En je voelt op je klompen aan dat juist die mensen die niet aan die voorwaarden gaan voldoen, omdat ze niet elke keer komen opdagen bij het programma, of omdat ze niet bij hun controlebezoeken komen, dat zijn nou juist de mensen die de grootste risico's lopen. Dus dat zijn het risico van dit soort maatregelen is dat het juist de verschillen vergroot. Waarbij ik niet zeg dat je niet dit soort initiatieven nodig hebt om wel die vooruitgang te maken. Je lijkt te verwijzen naar het soort onderzoek dat al gedaan wordt, of het soort preventiebeleid. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Nou ja, ik denk dat wat net genoemd wordt een voorbeeld is. Maar ja, je hebt binnen de huisartsenzorg het cardiovasculair risicomanagement. Er zat hier een huisarts in de zaal, volgens mij. Dat zijn van die soort ketenzorgprogramma's waar je als huisarts patiënten in aanmeldt. En die moeten dan aan een hele rits criteria voldoen. En als je dat haalt, dan krijg je aan het eind van het jaar een bepaald bedrag voor de zorg die je geleverd hebt. Maar je hebt dus geen baat bij mensen die je erin stopt en die niet alle vinkjes halen. Dus de mensen die eruit vallen zijn nou net de mensen die juist die zorg nodig zouden hebben. Ja. En nou ja, dat is vaak wat we zien bij dit soort programma's. Dat je net niet de mensen bereikt die het meest kwetsbaar zijn. Ja. Ik kom naar je toe. Kun je nog een keer? Ja, als dat is. Sorry hoor. Ja. Hi, ik ben Robert, geneeskunde student. En het was net al door Marielle aan het einde gezegd. Ik heb het idee dat we geen zorg leveren voor onzichtbare mensen. Wat als je niet zo heel duidelijk aan ons geeft. Als ik naar haar luister, dan schrik ik elke keer. En ik schrik omdat ik het niet zie. Als ik hier om me heen kijk, zie ik voornamelijk witte mensen. En dat is zichtbaar. En die krijgen deze content te horen. En waar we geen zorg voor leveren is dat wat onzichtbaar is. En wat gezondheid moet zijn is dat hetgene wat onzichtbaar is, zichtbaar te maken. En dat zou ook zorg moeten zijn. Zorg is niet alleen ziekte. Ziekte uit zich in symptomen en wordt zichtbaar. Maar zorg moet zijn datgene wat onzichtbaar is,
zichtbaar te maken. Ja. En ik denk dat we daar een groot cultuurverschil en als maatschappij een hele grote verandering in moeten brengen. In de manier waarop we naar zorg kijken als we willen veranderen dat 1 op de 4 zorgmedewerkers, 1 op de 4 van de Nederlanders zorgmedewerker wil zijn. Ja, heel mooi. Ja, zeker. Een onderzoek uit het AMC en het Nivel heeft laten zien dat 1 op de 3 dokters in de spreekkamer niet doorheeft dat de patiënt hem niet begrijpt. En dan ben je wel zichtbaar, maar er is ook iets heel groots onzichtbaars. En ja, dat verwoord je heel mooi. Ja, nog ook willen reageren, Eugenie? Ja, nou, dat is ook de reden waarom ik eigenlijk met de studenten de wijk in ga. Mm. Omdat ik gewoon het heel belangrijk vind. Net wat hij vertelt, als ik met Marielle de introductieles geef, dan hebben we het over die grote verschillen. Mm. Hè? Van 10 minuten verder, je hebt Overveg en 10 minuten verder heb je Tuinwijk en Tuindorp. En daar is nou ja, net wat hij zegt, is het blank, hoog opgeleid en rijk. En nou ja, in mijn wijk kan je gewoon heel goed zien die verschillen waar wij het over hebben in de introductie blok geel. En nou ja, daar zitten dus ook studenten die zoiets hebben van ja, dat zal dan wel, weet je wel. Maar als je ze dan ook echt de wijk inneemt en je laat ze ook echt zien dat het zo is, ja, het is voor de meeste studenten gewoon een cultuurshock. Ja. Of studenten vragen mij, goh, maar wat doet de gemeente Utrecht voor arme mensen? Hmm. Kijk, en dat is dat onzichtbare ja, schaamte. Armoede is vaak onzichtbaar, omdat mensen natuurlijk, hè, die gaan niet mee te koop lopen. Nee. Maar in zo'n wijk kan je dat natuurlijk heel goed belichten en ook gewoon ja, met elkaar in contact brengen, zeg maar. Ja. Van elkaar te leren. Ik ben ook wel benieuwd. Je studeert geneeskunde en je hebt een mooie visie op zorg. Hoe zou je dat zelf in praktijk willen brengen? Heb je daar al een idee over? Als arts denk ik dat ik een gezondheidsbevorderaar ben. Hmm. En niet een ziekte. Ja, ik denk niet dat ik meer moet gaan genezen, maar meer moet voorkomen. Dus dat is een beetje raar, want ik leer alleen maar over behandelen. Ja. Maar ja, ik denk dat ik misschien dan in de hol van de leeuw zit en dat ik daar iets kan veranderen. Ja. Ja. Ja, mooi. Daar krijg je kippen wel van. Nou, dat doen we het voor, hè? Ja. Zo. Ja, ik heb in België. Ja, ik stort hier iets leegs om. Ik heb management van de gezondheidszorg gestudeerd in België. En ja, daar heb ik dan onderzoek gedaan naar hoe we de zorg van voor laaggeletterde mensen met diabetes type 2 konden verbeteren. En daarbij werkte ik heel veel samen met wijkgezondheidscentra. En dat zijn dan centra in juist dat soort arme wijken. En dit soort centra waren juist gespecialiseerd op mensen die vaak laaggeletterd waren, etiketten niet konden lezen. Wat jij ook zegt, inderdaad, soms heel veel maaltijden oversloegen, niet konden bewegen. En ik vroeg me af, want jullie hebben het de hele tijd over, nou, die wijken, die zijn achtergesteld, maar waarom zou dit dan ook geen oplossing zijn in Nederland? Of is dat wel een oplossing? En is dat er ook? Maar ja, waarom hebben jullie het daar dan niet over? Dus het wijkgezondheidscentrum als oplossing eigenlijk? Ja, dus in België heb je juist dus in die arme wijken echt die centra in de wijk zitten, waardoor dus mensen veel makkelijker, laagdrempeliger naar de dokter gaan, omdat die dokters ook gespecialiseerd zijn in, ja, nou ja, mensen met een achtergestelde achtergrond. Ja. En ja, als jij je als achtergesteld iemand al meer begrepen voelt door een arts, dan is de drempel om naar de arts te gaan ook veel, veel lager. Ja. Wijkgezondheidscentra, wie wil daarop reageren? Nou, er zijn al best wel heel erg veel initiatieven in de wijk die er gewoon voor zorgen dat mensen in de armoede gewoon echt wel een dagbesteding hebben, maaltijden hebben. En in dokterspraktijken dat ook, zoals ik net al benoemde, dat de buurteams daarin in de praktijk zitten. Dus dat het makkelijk is als voor een arts als ze in de spreekkamer makkelijker kunnen doorverwijzen. En ja, ik denk dat het, wat jij benoemt, dat gewoon steeds wel meer gebeurt. Hmm. Maar nog eigenlijk te weinig, zeg maar. Ja.
Misschien Roel of Marielle? Ja, ik denk dat het heel mooi aansluit ook bij een voorbeeld wat Roel noemde en wat er ook in Utrecht wel gebeurt. We zijn echt aan het kijken hoe je gezonde wijken kunt ontwikkelen en hoe je daar ook de zorg in kunt ontwikkelen. En dus een zorgsysteem wat veel beter aansluit op de behoeften in de wijk. Ik denk dat dat ook gestimuleerd wordt doordat er steeds meer zorg uit de ziekenhuizen verdwijnt. En de wijk ingaat. Dus ik denk dat het aan meerdere kanten gestimuleerd wordt en dat het wel die kant op gaat. Dus ik ben met je eens dat we van dit soort mooie voorbeelden kunnen leren. En ja, dat het goed is om ook te onderzoeken wat de effecten daarvan zijn en hoe je het nog weer beter kunt doen. Ik vroeg me eigenlijk af, vroeger hadden we een verzorgingsstaat. We zijn nu met 13 jaar VVD een beetje meer beland richting de participatiesamenleving. Voor welke argumenten zijn liberalen vatbaar om gezondheidsverschillen te verkleinen? Ik hoorde Roel al beginnen over verdienmodel. En ik denk ook een beetje, we hebben nu de kiezer kiest voor een rechtse overheid. En het gevolg is dat er beleid uitblijft. Ik denk, hoe kunnen we dat omzeilen? Of hoe kun je dat... Ja. Mm-hmm. Dat is mijn vraag. Politieke vraag. Nou, ik zou stemmen. Ja. Anders stemmen. Hoe? Stemmen was het wat. Nee, ik kijk uiteindelijk. Gaat het ook over politieke druk? En dat is toch ook zeg maar wat we natuurlijk met Urgenda en andere dingen hebben gezien. Dat op het moment zeg maar, dat er. Toch een juridische strijd ontstaat zeg maar, van wie heeft die zorgplicht en wie is nu eigenlijk verantwoordelijk. Dat soms wel tot verandering heeft geleid. Dus ik denk dat we hier, en ik heb het antwoord ook niet, maar collectief zeg maar, als we allemaal vinden dat we richting die preventiekant moeten gaan, dat het heel goed is zeg maar, om te kijken hoe die politieke druk opgevoerd kan worden. Of daar nu juridische zeg maar, procedures voor nodig zijn of niet, dat is de vraag. Maar je ziet natuurlijk wel met het stikstofbeleid dat juist de gang zeg maar, naar de rechter en uitspraak van de rechter tot enorme veranderingen hebben geleid. Dat wil niet zeggen dat ik noodzakelijkwijs die kant op wil gaan, maar dat is één van de manieren waar we wel zeg maar, politieke druk mee kunnen opvoeren. Een beetje als de klimaatrechtszaak zou er ook een soort zorgrechtszaak kunnen komen, is wat je zegt. Nou, in principe hebben we natuurlijk al, hè, zeg maar, als je kijkt naar dat mensen recht hebben op een gezonde leefomgeving en een goede luchtkwaliteit, dan is dat zeg maar, waar jurisprudentie over gevoerd kan worden. En dus kan je dat ook voor andere factoren. Hè, de vraag is van, wat de all you can eat, wat je daar, zeg maar, is dat zeg maar, iets waar, wat je zou kunnen aanvechten? Nou, dat zijn interessante gedachten, zeg maar, waar, dat is ook niet mijn vakgebied, maar zeker rechts- en bestuurskunde en anderen naar moeten kijken van, zijn er andere leverages die we kunnen gebruiken om dat in beweging te krijgen? Ja, ik ga alweer naar de laatste vraag, dat is al bijna 9:30. Ja, all you can eat, en eigenlijk is het toch wel belachelijk dat er zoveel producten gemaakt worden waar mensen dood en doodziek van worden en dat die gewoon winsten, miljarden winsten maken. En daar moeten we ook wat aan kunnen doen, toch? Afromen, hup. Alles stort in de preventie. Nou, lekker. Nou ja, ja. Ja, dat was volgens mij een hele mooie slotopmerking die de avond een beetje samenvat. Ik wil mijn gasten heel erg bedanken. Roel Vermeulen, Eugenie Meknek en Marielle Jambroes. Groot applaus. En dank jullie wel ook. Ik heb nog één kort verzoekje. We willen heel graag weten wat jullie van onze avonden vinden. Er verschijnt zo een prachtige, super simpele QR-code. Pak even je telefoontje, pak je camera. En het zijn echt 5 vraagjes die je moet beantwoorden. Daar zijn wij heel erg blij mee. Ik hoop jullie een volgende keer weer te zien hier in de zaal bij het programma van SG. Hou onze website in de gaten, sg.uu.nl. Tot de volgende keer. Dag. Be seen.